In de Voetbalmeister testen we Eredivisie voetbalclubs op hun voetbaltechnische capaciteiten. En de eerste club die wij testen is NEC. En Stijn deed de test voor ons. Kijk ze daar eens zelfverzekerd lopen. De drie gladiatoren van NEC. Als eerste club testen zij hun balvaardigheid in de prestigieuze Clubhuis 16 voetbalmeistercompetitie. Drie onderdelen om zich te onderscheiden van al de andere eredivisieclubs. Welkom jongens, bij de eerste voetbalmeister. We spelen vandaag niet met een voetbal, we spelen altijd met een rugbybal. En de eerste ronde gaan jullie penalties nemen. Wie gaat beginnen? Ik begin wel. Jij bent de beste. Wie zou de penalties nemen van jullie drie? Ik. Normaal gesproken. Dan ga jij als laatste. Dan mag jij als eerste. Anthony Limpombe, gevaarlijke vleugelspeler uit België. Scoort dit seizoen regelmatig als een duveltje uit een doosje. Maar kan hij ook uit de voeten met een rugbybal? Iedere speler neemt twee strafschoppen. Eén houdt de bal vast. De ander schiet. Ja hoor. Foutloos geschoten. Dit belooft wat. Deze ging niet zo lekker voor mij. Goeie. De twee. Doet voor nu. Hij laat de bal veel te snel los. En af extra nog. Nee, kill. Hey. Dario Tomic hoeft de tegenstander alleen maar aan te kijken. En het loopt ze al dun in de broek. Spijkerharde centrale verdediger. Zijn eerste penalty ging moeiteloos raak. Nu zijn twee. Huishoog over. Niet voor niets een verdediger. Navarone voor. Hoewel zijn zwoele, exotische blik anders doet vermoeden, is dit een kind van de regio. Hij woont in Nijmegen en geldt als de meest sierlijke voetballer van de drie. De specialist. Twee keer schieten, twee keer raak, zoals het hoort. Tweede ronde, die we nu gaan spelen, is een shootout. Zometeen moet je voor jou, je hebt de slalom. You say it like this, slalommen. And then you walk to the 60-meter line. And then you shoot. Jij begint. Ieder doelpunt levert drie puntjes op. Een belangrijke ronde dus. Start! Ziet er soepeltjes uit. Maar dan! Oh nee! Oh! Wat doet hij nu? Simba, Simba. 10 seconden, kom op en schieten! Ah. Bijna. Hij ging op de laatste. Oh man. Nou, laat zien wat je in huis hebt. Kom maar. Duidelijk een andere tactiek hier. Rustig aan, aanloopje en... Tja. Bijna, zullen we maar zeggen. Anto. Ik had net zo goed koffie kunnen drinken, denk ik, bij dit schot. Tussen jou en mij, wie is de meest technische speler van jullie drie? Eerlijk, hè? Ikzelf. Ja? Ja? Toch wel? Ik heb het niet gezien. Niet gezien? Dan mag de volgende het laten zien. Op papier de minste in dit onderdeel. Kan hij ons verrassen? Oh! Ja, dat kan hij! Ja! Oké, de derde ronde. Dit gaat over de club. Jullie hebben iets hoog te houden, letterlijk en figuurlijk. Laat zien wat NEC kan. Succes. Met zijn drieën hoog houden. Maximaal drie aanrakingen per persoon. Hoe lang houden ze dit vol? Ah, ziet er goed uit, jongens. Kom op. Acht. Negen. Niet meer dan drie keer raken. Oh! Niet slecht. Jullie hebben het heel goed gedaan. Jullie waren de eerste. In totaal vier strafschoppen raak, één keer afronden en negen keer hoog houden. Dat maakt 16 puntjes in totaal voor de Nijmegenaren. Een scherpe eerste score in deze nu al legendarische voetbalmeistercompetitie.